Goedenavond iedereen. Ja, oké. Goedenavond iedereen. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van de documentaire. Hij was redelijk lang, toch anderhalf uur. Dat hadden wij niet in de hand zelf. Maar we vonden het wel heel tof dat het over dat thema ging en dat het gemaakt was door Belgische makers. Dus dat is wel iets tofs aan het documenteren. We hebben hier vanavond drie interessante sprekers voor jullie om nog een beetje na te praten over de documentaire en zodat ze elke eigen expertiseveld eens aan bod kunnen laten komen en een ander perspectief geven of extra uitleg geven over het thema van ecocide. We hebben hier naast mij Noor de Wulf. Zij is een activiste bij End Ecocide Belgium en ze is ook juriste. Dan naast haar zit Michelle Haas. Zij is beleidsmedewerker, buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking en is ook parlementaire medewerker van de groen politicus Wouter de Vriend. En daar zit Hendrik Schoukens. Hij is jurist en is gespecialiseerd in omgeving en milieurecht. Dus zij hebben alle drie zeker iets waardevols toe te voegen aan dit debat. Straks krijgen jullie uitgebreide kans om zelf jullie vragen te stellen. Ik zal eerst even een korte algemene vraag stellen en dan aan elk van de sprekers één vraag specifiek. En daarna krijgen jullie alle kansen om jullie vragen ook zelf te stellen. Ik zal eerst in het algemeen aan alle drie van de sprekers is willen vragen wat zij zelf vonden van de documentaire. Ik zal eerst de micro aan de mond geven. Ja, ik vind het vrij dapper van de makers dat ze proberen om zo een juridische burgerbeweging, activistische burgerbeweging, in beeldmateriaal om te zetten. Ik zou dan ook niet goed weten hoe ik eraan zou moeten beginnen. Dus ik zie het eerder als een documentaire en niet per se over ecocide as such, maar iets meer over de rechtsfilosofische en een beetje de ethische achtergrond, waarbinnen dat een beweging zoals ecocide kan wortel schieten en kan groeien en ook zo een beetje een logische van de stap legt op onze strijd voor ja, betere natuurbescherming en voor onze strijd tegen klimaatverandering. Wat ik wel bijzonder vond aan het documentaire is dat ze focussen op een concept van een rechtszaak eigenlijk. Wat dat super duidelijk maakt voor mij nogmaals dat er een straffeloosheid heerst. Dus het blijft maar toch elke keer als ik weer met het thema ecocide bezig ben, verbazen dat het hier eigenlijk vaak gaat om legale zaken. En dus om het in zo'n concept vorm te geven, vind ik super goed gedaan. Ik denk dat dat ja, de echte kern van de zaak duidelijk maakt. Ja. Ja, ik ben ook advocaat, dus ik kan beamen wat Michel zegt. Het feit dat in een rechtszaak, als een rechtszaak wordt gebracht, vind ik wel goed eigenlijk. Want het maakt het debat ook wat levendiger. Je ziet ook de pro en contra's, hè? Want het is pas door geconfronteerd te worden met je ergste criticus, dat je ook echt weet van waar de sterktes, de zwaktes, welke uitdagingen moeten we aangaan als we streven naar een betere ja, bescherming, het geven van rechten, erkennen van rechten aan van ecosysteem. Dus ik vond het wel, dat aspect vond ik er heel educatief aan en wat ik ook interessant vond is dat door jongeren gebracht was. Ik was wel wat teleurgesteld dat per finale geen arrest of vonnis kwam, geen uitspraak. Maar het debat is nog open en dat ging daaruit af. Mensen zijn spelende dieren, dacht ik. Ik dacht misschien wel dat de insteek van de laatste scène kunnen. Dank u wel voor die interessante mening. Dan ga ik nu nog aan elk van de sprekers een aparte vraag stellen en dan kunnen we overgaan naar de vragen uit het publiek. Ik zal beginnen met Michelle. Dus ik weet niet of veel mensen dat weten in de zaal, maar Wouter de Vriend heeft samen met Samuel Cobolatti van Ecolo een resolutie ingediend bij de Kamer om dus ecocide te laten herkennen in het strafrecht als dus een misdaad. Die resolutie is goedgekeurd. Dus eigenlijk heeft onze regering nu een mandaat om deze kwestie aan te kaarten op het internationaal toneel.
nu vroegen wij ons af, hoe belangrijk is deze stap eigenlijk voor het strafbaar maken van die ecocide? Misschien voor je vraag. Dus om iets meer context te geven bij de resolutie, gaat het eigenlijk over twee verschillende processen. Je hebt het erkennen van ecocide als misdaad op nationaal niveau en op internationaal niveau. En de resolutie die is goedgekeurd, focust eigenlijk op beide zaken. Dus aan de ene kant pleiten wij ervoor dat ecocide wordt opgenomen in het Belgisch strafwetboek. En om dat te bereiken wordt er nu een advies gevraagd aan een groep van experten. En dat wordt momenteel op tussen kabinetten eigenlijk besproken. Dus dat is het ene luik, het nationaal niveau, en dan heb je ook het internationaal niveau. Wat ook aan bod is gekomen in de documentaire, is waar wij absoluut voorstander voor zijn, is om ecocide te beschouwen als een misdaad, als internationale misdaad tegen de mensheid. En om dat te bereiken, moet het worden opgenomen als misdaad in het internationaal strafhof, bij het statuut van Rome. Dus een van de zaken die wij inderdaad vragen in de resolutie, dat nu is aangenomen, is dat België daar een voortrekkersrol in speelt. Dus om jouw vraag te beantwoorden, is dat belangrijk? Ik denk absoluut van wel. België is eerste Europese lidstaat door de resolutie die zoiets verzoekt. Er zijn twee small island states die de resolutie al naar voren hebben gebracht. Hè? Dus om het op te nemen bij het internationaal strafhof. Maar België is hier echt een pioniersrol aan het spelen. Dus ik denk dat dat een heel, heel belangrijke stap is. Ook om de mobilisatie vanuit nationale parlementen naar de regeringen op een Europees en dan uiteindelijk internationaal niveau te krijgen. Oké, super interessant. Ook een beetje onverwacht vind ik dat België in zoiets een voortrekkersrol speelt. Als je iets anders hoort over het klimaat en dat in aanpak, maar het is super goed inderdaad om dat eens zoiets opnemen. Van de vijf voor de Noor. Dus je bent actief bij End Ecocide. Dat is de Belgische tak van End Ecocide internationaal. Op welke manier willen jullie eigenlijk bijdragen als beweging aan dit debat rond ecocide? We willen dat op twee manieren. Enerzijds willen we ecocide als begrip bespreekbaar maken, dat op tafel leggen en een beetje de bewustzijn creëren rond wat dat kan betekenen voor mensen. Dus een beetje bekend maken bij het algemene publiek. En anderzijds proberen we ook de politieke partijen te benaderen en politici te benaderen in te vragen om dat initiatief serieus te nemen, om dat ook naar voren te brengen zoals dat nu gebeurd is. En te tonen dat er draagvlak voor is en dat er echt wel steun voor is. Dus ja, en concreet doet End Ecocide Belgium dat door. We hebben een petitie, er is een nationale petitie, een internationale petitie, we moeten ook door webinars organiseren, zoals er 1 maart is geweest, maar ook 29 maart organiseren we een webinar waar ik aan meewerk, waarin we experten uitnodigen, eigenlijk juristen, academici, om te praten over wat dat begrip betekent, wat dat kan betekenen, ook voor bedrijven eigenlijk, hoe dat zij zich moeten voorbereiden ook, op als dat echt strafbaar zou gesteld worden. En we doen ook gewoon acties, we trekken ook de straat op. Dus we zijn een hele diverse beweging, zeg maar. Dus we zijn juridisch, dat waren voor een stukje, maar we bestaan ook uit heel veel vrijwilligers die gewoon achter het initiatief staan en op allerlei manieren dat in de andere aandacht willen brengen. Dat kan ook via kunst, via muziek, via gewoon straatacties, betogingen, eigenlijk van alles. Ja. Oké, merci voor de uitleg. Klinkt super interessant en heel divers ook, inderdaad. Dan nog één vraag voor Hendrik. Je bent dus professioneel bezig met rechten van de natuur. Welke rol spelen de mogelijke rechten van de natuur in het strafbaar maken van ecocide en hoe ver zijn we daar op dit moment in? Ja, ik zal misschien verrassend uit de hoek komen, maar de natuur heeft al rechten in België. Als jullie het debat gevolgd hebben voorbije jaar zal je gemerkt hebben dat landbouwers tegenwoordig minder stikstof mogen uitstoten aan natuurgebieden. Sommige landbouwers worden uitgekocht. Wij vinden dat
wij bekijken dat niet als rechten. Hè. Wij zeggen daar niet van, die natuurgebieden die wij volgens Europa moeten beschermen, hebben zekere rechten. Nee, wij zeggen, Europa verplicht ons dat te doen. Want wij hebben een milieurichtlijn die wij moeten omzetten. En als we dat niet doen, we gaan geld moeten krijgen. Ik kan natuurlijk ook anders bekijken en kan gewoon stellen, ja, eigenlijk hebben wij aanvaard dat er 10% van ons grondgebied in soort dat die ecologische integriteit daar een zekere waarde heeft. En dat het dus betekent dat we niet het economische belang, in kaart hier nu van die landbouwers, per definitie laten primeren. Dat lijkt geen grote stap te zijn, maar dat is het eigenlijk wel, want als je zo'n verhaal 30, 40 jaar terug zou gebracht hebben, dat tegen iemand of een bedrijf gezegd van jij mag je nu niet uitbreiden, omdat daar een stukje moerasbos ligt naast een halve kilometer verder. En ja, dat er daar meer auto's gaan komen, dat daar meer stikstof zijn. En dat is eigenlijk zelfs niet ziek, maar dat stikstof, net als klimaatverandering ook, CO2-emissie daar is. Dus eigenlijk op verschillende manieren komen we op hetzelfde uit, denk ik. In Europa hebben wij dat heel dualistische benadering. Oké, het wordt nu een klein beetje doorbroken met het burgerlijk wetboek waarin dat die dieren nog worden erkend als voelige wezens, Frankrijk en België. Maar in Europa hebben wij niet zo de neiging zoals in Ecuador of in andere landen waar ja, die inheemse benadering van natuur meer holistisch nog op, ook in het juridische een doorvertaling krijgt en waar je dan in de grondwet letterlijk ziet staan. Maar ja, die natuur heeft ook rechten, dat hebben wij niet. Hè. Maar eigenlijk door bepaalde acties, bepaalde wetten, richtlijnen, waar dat dan niet expliciet in staan, komen wel, als je die strikt toepast, tot hetzelfde resultaat uit. Soms gebruik ik ook het voorbeeld van een wolf. Je mag een wolf niet doden in België. Heeft die wolf dan een recht op leven? Eigenlijk zou je kunnen zeggen van wel, want ja, je mag hem niet doden. Het is een menselijke verplichting om die wolf niet te doden. Vanuit het perspectief van de wolf zou je kunnen zeggen dat binnen ons moreel juridisch kader bij die wolf zijn recht op leven erkend hebben, kan daar dan tegen opwerpen van ja, maar ja, er wordt toch altijd wolven afgeschoten of omvergereden, ja, maar jammer genoeg ook nog mensenrechten geschonden en met de voeten getreden. Dus ik zie die erkenning van de intrinsieke rechten van ecosystemen, van dieren, planten, vind ik echt wel het fundament. Ecocide is een manier om daar te geraken. Ecocide wordt nu ook vandaag ingevuld als een internationaal misdrijf, maar je kan het natuurlijk ook een veel ruimere invulling geven. En iets wat in de documentaire en ook in de commentaar aan bod kwam, was van ja, bepaalde schade aan de natuur is legaal. Dat klopt natuurlijk, daarvoor hebben we vergunningen. Maar het idee dat een vergunning eeuwig durend is, dat absoluut is, dat wordt ook meer ter discussie gesteld. En dus ecocide, ja, ik kan dat bekijken op Belgisch niveau, op lokaal niveau, een bos dat wordt gekapt zonder vergunning, met vergunning. Maar natuurlijk, het kan ook gaan om een bos dat in Brazilië wordt gekapt om onze levensstijl hier in stand te houden. Allee, wij zien dat vaak niet. Dus dat is eigenlijk de echte uitdaging, hoe je dat in een juridische taal omzet. De moeilijkheid is natuurlijk dat we al honderden jaren binnen die heel dualistische benadering leven, vanaf de Franse Revolutie, recht van de mens, bepaalde mensen zou ik kunnen zeggen. Dat het moeilijke is nu om die switch te maken, maar eigenlijk is het een heel logische, omdat, ik vergelijk het ook vaak met een grondwet is eigenlijk een fundament van een samenleving. Hoe dan ook, een grondwet heeft tot doel om een samenleving in stand te houden. Daar kan je geen spel tussen krijgen. Een grondwet die niet tot doel heeft een samenleving in stand te houden, is finaal geen grondwet. En dan is de vraag, ook in België bijvoorbeeld, wat lees je in die grondwet impliciet? Een recht op gezond leefmilieu staat erin. Daar zou je van kunnen zeggen, dat is heel menselijk. Hè? Dat is mijn recht op gezond lucht. Maar ja, dat betekent niet dat moet rationeel moet blijven worden, want ja, dat zal op zich niet zo'n groot verschil maken, maar je zou er ook impliciet veel dingen in kunnen lezen. En die ecocide zou je daar eigenlijk ook qua impliciet kunnen, volgens mij, deels in lezen.
de mogelijkheid van mijn ecosysteem is dan natuurlijk. En daarom, die rechten van natuur vind ik een meer heldere strijd, maar je zegt van kijk, in onze juridische wereld geven we een soort rechtspersoon, net zoals we dat met voorbeeld schrijven aan bedrijven gedaan hebben, dat vinden we dan niet raar. Die Coca-Cola bestaat ook echt niet, hè. Het is maar een fictie. Hè. Dat vinden we niet raar, maar bij ecocide zal vooral de uitdaging zijn, als je het echt puur als een internationaal misdrijf gaat bekijken, ja, gaan de eerste rechtszaken wel cruciaal zijn. Je gaat heldere gevallen moeten vinden. Er zijn ook een aantal voorbeeldjes gegeven, en daar zag je al meteen dat het spectrum heel een bakende metaal goed af, omdat het niet eenvoudig is om boven die thresholds te geraken. En dus de eerste zaken zullen, als het ooit gebeurt, als het ooit wordt aanvaard als deel van dat statuut van het internationaal strafhof, zullen het heel heldere zaken moeten zijn. Maar het ruimere concept ecocide, los van wat er nu als definitie wordt gegeven, het echt schade toebrengen aan de natuur, zal hoe dan ook, als maar meer, via nationale wetten, via Europese, internationale aan bod komen. Maar, dus ik zou ervoor pleiten om een onderscheid te maken tussen de strijd voor ecocide als een internationaal misdrijf en ook gewoon het ruimere concept ecocide, dat veel omvattender is eigenlijk, als er over nadenkt. Oké, een vraag. Oké, dan zou ik u graag de kans geven aan de mensen in de zaal om een vraag te stellen. Als je een vraag hebt, steek rust uw hand op, zeg hem luid en duidelijk. Zeg eventueel ook voor wie de vraag is, als dat het geval is. En dan zal ik de vraag kort even herhalen en kunnen we luisteren naar het antwoord. Zeg maar. Ah ja, ik zou willen vragen aan u. Hey, dus ik heb het recht om te leven, nee. Maar stel nu dat er geen strafrecht is, die zegt dat, dat er mij niemand mag doden. Hey, dus er staat niet. Dus iemand... Dus ik word vermoord. Wat is dan de consequentie voor diegene die mij vermoordt als moord niet in het strafrecht staat? Ja, als het niet strafbaar is, is het niet strafbaar. Hè? Maar dat is de discussie die je hebt over het rechtspositivisme. Hè? In de Tweede Wereldoorlog in Duitsland waren heel wat gruwelijke misdrijven ook niet strafbaar. Dus naar Duits recht. Als je op geldend Duits recht, dat is het rechtspositivisme. Hè. Dus je bent denk ik maar strafbaar wanneer er een wet is in een wetboek, gestemd door de meerderheid. En dat is één benadering. Een andere benadering is meer te gaan naar een soort ja, diepere fundamenten van recht. Hè. Rechtvaardigheid, vormen van natuurwetten zou je dat kunnen noemen. En dan kan je zo'n zwart-wit verhaal niet meer hebben. Hè. Dan zelf al is... De formele wet, hè, stel dat de formele wet zegt, je mag iedereen vermoorden, dan nog kan je, of zoals het in Duitsland, in een aantal, jammer genoeg heel weinig, maar toch een aantal oorlogsmisdadigers na de Tweede Wereldoorlog, zijn nog gestraft achteraf op basis van internationale misdrijven, hè, genocide, oorlogsmisdaden, veel te weinig achteraf bekeken, maar toch een aantal mensen, en ondanks het feit, dat naar Duits recht, op dat moment in Nazi-Duitsland, wat dat zij deden, op zich legaal was. Dus ik zou zeggen, ja, formele wetgeving is heel relevant. Hè? Als het niet strafbaar is, is het niet strafbaar. Kijk, in België of in Vlaanderen, als je een grasland hebt, dan niet. Alleen niet in een groene bestemming ligt, dan moet ik soms tegen cliënten zeggen, ja, dat is heel moeilijk om dat te vrijwaren. Als een boer dat wil ontploegen, ploegt hij dat gewoon om, zonder vergunning. Dat is legaal. Dat betekent niet dat dat per definitie goed voor de natuur is. Dat kan een heel waardevol grasland zijn, om verschillende redenen. Maar het is wel legaal. Dus het zal moeilijk zijn om die landbouwer dan te vervolgen, voor zonder vergunning dat grasland te hebben ontploegd. Als we morgen ons bosdecreet afschaffen en we zeggen je mag zonder vergunning een bos kappen, ja, dan kan een bedrijf op een industrieterrein perfect 10 hectare bos kappen om uit te brengen. Is dat legaal, wettelijk? We hebben nu een systeem waar je het kunt doen met compensaties.
Allee, dat is dan de twee. Dus natuurlijk, maar ook in zo'n omstandigheden kan je ruimer redeneren en zeggen, maar is dat eigenlijk zinvol vanuit het idee van een, ja, dat een samenleving gestoeld is op gezonde ecosystemen, dat dat nodig is voor de duurzaamheid van een samenleving. En dan kan je misschien op basis van de grondwet toch nog tot een andere vaststelling komen, maar ga je iemand strafbaar kunnen stellen? Dat is altijd een moeilijke, hè? Want je hebt het in het proces zelf gezien. Waarmee heeft een advocaat zijn pleidooi geëindigd, de verdediger? Weet nog iemand welk beginsel het was? Het wordt heel vaak in strafzaken gebruikt. Het vermoeden van onschuld, het voordeel van de twijfel, geldt voor het beklagen. In het context van een strafzaak is dat enorm krachtig verweren. Maar je hebt natuurlijk verschillende zaken. Hè. Je hebt strafzaken, je hebt burgerlijke, de klimaatzaken bijvoorbeeld. Dat zijn geen strafzaken, hè. Dat zijn burgerlijke zaken. Je hebt ook zaken voor, tegen vergunningen. Dan kom je bij administratieve rechtbanken, Raad van State uit. Dus je hebt verschillende vormen van zaken. De grootste overwinningen worden eigenlijk vaak tegenwoordig behaald bij administratieve rechtbanken. Denk aan Essersbos, is niet gekapt. Waarom? De vergunning is vernietigd door een rechter. Dus je hebt verschillende manieren ook om juridisch je punt te halen. Maar het is dus wel belangrijk een verschil te maken tussen een heel formele benadering van recht. Recht is wat de meerderheid beslist is, dat oké is. En een benadering, dat soort natuurrecht, maar zonder het te brengen tot natuur zoals wij het hier vandaag bekijken, maar echt, wat zijn de fundamentele componenten? Maar de kritiek daarop is, ja, wie bepaalt dan die fundamentele componenten? En dat is ook onderhevig aan evoluties. Dus beide stromingen, ja, het formalisme, dan moet je verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog om de kritiek te vatten. Het andere verhaal is, ja, wie bepaalt dan wat die fundamenten juist zijn? Misschien de echte natuurwetten, hè? Ik heb daar zo'n boek over, hè, hoe een samenleving zich in stand kan houden. En vooral op eilanden, als je je ecosystemen uitput, dat het dan na verloop van tijd echt gedaan is. Dat onherroepelijk is. Misschien is dat manier om die principes te achterhalen. Menselijkheid, ja, wat is dat ook? Dat verandert ook doorheen de geschiedenis. Onze kijk naar natuur, ja, daar is het vanavond ook over gegaan. Dus ja, moeilijk. Geen antwoord, net als in de film. Geen finale antwoord. Ja? Nee, gewoon misschien dat intekend. Maar we dat een rechtszaak, zoals klimaat te creëren, wat geen nieuw recht creëert? Ja, nieuw en niet nieuw uiteindelijk. Want wat zei Roger Cox in de klimaatzaak? Eigenlijk zei hij iets heel eenvoudig. Hè. Die zei gewoon, oké, er zijn wetenschappelijke rapporten die aantonen dat als industrieel land je een bepaald aantal reducties moet halen om een zinvol klimaatbeleid te doen. En hij zei gewoon van, ja, als zorgvuldige overheid, gewoon vanuit het principe van een overheid moet zorgvuldig handelen, moet Nederland dat doen. En de rechter heeft gezegd, ja, kijk, je let op al die wetenschappelijke rapporten. Nederland is al een land dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Is het aan Nederland, heeft Nederland de taak om ook zijn deel van de inspanningen te doen? En dat is nieuw en dat is niet nieuw. Eigenlijk heeft hij een beginsel gebruikt, een zorgvuldigheidsbeginsel, dat al vanuit het Romeins recht bestaat. Wat nieuw is, is natuurlijk, doorheen de voorbije eeuw, is dat vroeger in de 19e eeuw moest je niet aan denken om naar een rechter te stappen tegen een overheid om te zeggen, dat is die straat niet naast. Die liggen hier toch maar smerig. Dat zou niet gelukt hebben. Maar ondertussen zijn we geëvolueerd naar een systeem van niet meer de nachtwakersstaat, maar de sociale welvaartsstaat. Een staat heeft beslist heel veel. En dus kun je daar ook naar de rechtbank stappen om te zeggen, ja, als je al die vergunningen verleent, dan kan je er ook naar kijken dat je dat zorgvuldig doet en dat je dan een redelijk klimaatbeleid voert. Dus, het bijzondere aan die klimaatzaken is dat dat vaak gaat om oude beginselen die nieuw worden toegepast in een nieuwe context. Ik heb misschien een vraag voor de parlementaire medewerker, die ook juristen is, dacht ik. Omdat de definitie die we daarnet geprojecteerd gezien hebben,
en die denk ik in het begin van de documentaire ook aan bod kwam. Klinkt daar een beetje aan wat is cool over die rechtspositiviteit, denk ik, of zoiets dat we net gehoord hebben, omdat daarin staat dat het moet onrechtmatig zijn. Dus dan sluit je volgens mij een beetje uit van ja, dingen die vergund zijn, of die strikt genomen wettelijk mogen, die komen dan al niet meer in aanmerking voor ecocide. Is dat dan niet problematisch? Ik weet, dat is waarschijnlijk een internationale en algemeen aanvaarde definitie. En dat zal wel een goede reden hebben. Maar ik vraag me af dat dat dan niet al meteen een zwak punt is. Dat het onrechtmatig moet zijn. En ook de moedwilligheid. Hetzelfde, dat is waarschijnlijk wel lang over nagedacht. En dat zal wel een goede reden zijn waarom dat erin staat. Maar dat maakt het toch wel heel lastig, denk ik. Om iemand die effectief grote milieuschade heeft aangericht. Om dan te bewijzen dat dat moedwillig was. Is dat niet ja of nee? Ja, merci voor je vraag. Ik ben geen juriste, dus ik zal straks misschien ook nog het woord geven aan de twee juristen naast mij. Maar misschien wel iets meer context over de ontwikkeling van de definitie. Wat ik wel van op de hoogte ben, is dat er nu vorig jaar een nieuwe juridische definitie is ontwikkeld door een hele hoop experten op internationaal niveau. Die aangegrepen kan worden om dat daadwerkelijk ook in wetgeving om te zetten. Want we zijn het er allemaal over eens dat het super belangrijk is om dit te kaderen, wat op veel verschillende manieren kan. Als je het louter beschouwt als internationale misdaad, of je gaat kijken naar nationaal niveau, het zal dan in elke context misschien wel anders zijn. Maar om het op internationaal niveau te benaderen, is er nu een definitie gekomen van een groep experten die aangegrepen kan worden om bijvoorbeeld ook binnen het kader van de nieuwe richtlijn rond milieucriminaliteit op Europees niveau, om daar ook daadwerkelijk ecocide in de wetgevende teksten te betrekken. Dus ik denk dat die ontwikkeling super belangrijk was om dat goed te kaderen. En misschien voor iets meer toelichting over de juridische definitie. Je hebt zo twee verschillende thresholds, zeg maar, die belangrijk gaan zijn bij deze definitie. En dat is dat enerzijds moet gaan om ernstige schade. En dan ten tweede dat die oftewel onbelangrijk moet zijn, oftewel langdurig. Dus dat zijn zo de twee dingen die aan moeten aangetoond worden. Wat ik denk dat belangrijk is bij deze definitie, is dat er al niet in staat dat het inderdaad de bedoeling moet zijn geweest dat de persoon die uiteindelijk als hoog ergens bij raad van bestuur van zijn gegeven bedrijf besloten heeft om supergrootschalige schade aan te richten bij exploitatie van de omgeving. Dat is al helemaal niet de bedoeling. Sorry dat ik dan ruk, maar zit dat niet in het woord moeten willen? Nee, dat zit er, hoe leg je dat begrepen, niet in. Het is eerder gewoon dat de intentie er moet zijn geweest. Het gaat uiteindelijk allemaal heel belangrijk gaat zijn, is dat, dat er kan worden aangetoond dat de persoon die de beslissing heeft genomen wist welk risico dat de handelingen inhielden. Waarbij de schade die hier is gebeurd, of die hier potentieel in gebeurde, dat die waarschijnlijk was, daar is het uiteindelijk om gegaan. Dat zie je een beetje bij het 3M of PFOS schandaal in juli aan de gang is geweest. Uiteindelijk ging het ook allemaal om wat is er geweten geweest door de overheid, wat is er geweten geweest door de bedrijven, het ook bedrijf. Daar gaat het nu ook wel, naar mijn verstaan, in essentie overgaan. Wat wisten de leidinggevenden op dat moment? Hebben ze daar naar gehandeld? Of hebben ze daar in de wind geslagen om winst? Wat iets kan zeggen over de definitie. Maar even op het is, als juist is elk woord belangrijk. Dus er staat of. En onrechtmatig wil gewoon zeggen dat het fout is. Dus het moet niet doelbewust zijn, ten eerste. En ten tweede, het is ook zo. Dus het woord ecocide is ook niet toevallig gekozen. Door ecocide wordt gelijkgesteld met genocide. Dus dat is het zwaarste wat we begaan. Dus als ze daarbij te laag gelegd zouden hebben, zou die definitie er nooit over vragen.
Maar één keer dat men die definitie aanvaardt en dat iemand schuldig gevonden wordt aan ecocide, stel die dat Poetin voor ecocide, dan gaat hij levenslang in de gevangenis. Persoonlijk. Dus de threshold mag niet te laag liggen. En het is ook zo, ja, onrechtmatig, die threshold is eigenlijk niet te hoog. Want dat was gewoon eigenlijk een back and forth. Allee, dus nog andere criteria. Dus die op is belangrijk. Het is niet en. En dat is een groot verschil. Mm-hmm. Het is een merkzig terrein, maar dat is wel juist. Als je die enorme schade aanricht, ik heb er strikt gewoon een vergunning voor, maar je weet eigenlijk dat dat de gevolgen zal zijn, dat kun je toch nog terugvallen op die noodwillige. Dus door die opvormtijd heb je heel veel strikt inderdaad. En plus, de overheid die de vergunning heeft gegeven, kan meegetrokken worden. Want als zij de vergunning heeft gegeven, en eigenlijk wist men dat die, bijvoorbeeld Bolsonaro in Brazilië, ja, die man komt er ook wel voor in aanmerking mee. Ja, en om daarop in te pikken, dat maakt eigenlijk het internationaal strafhof interessant om te gaan gebruiken, omdat er daar geen immuniteit is voor ambtenaren of voor overheden, voor leidinggevenden of staatsleiders. Dat maakt het inderdaad enorm interessant. En dat maakt inderdaad dat wat er nu aan de gang is in Oekraïne, dat bijvoorbeeld Poetin effectief zo'n rechten zou kunnen gedaagd worden op internationaal niveau. Waar dat denk ik met nationaal recht helemaal niet zo evident is. Dus ik denk dat dat een van de voordelen is specifiek om gebruik te maken van internationaal strafrecht. Ja, en als het voor een strafhof komt, is het zelfs zo, en dat is bijna gebeurd met de leider van Sudan, dat zelf als bijvoorbeeld Rusland, wat zo nooit zal doen, geen lid zou worden van een verdrag waar hij in opgenomen is, Joe Poetin kan nooit meer in Europa komen. Want zodra hij, en wat hebben ze op een bepaald moment geprobeerd, met Mugabe en met de leider van Sudan. Op het moment dat hij in Zuid-Afrika kwam, als die kunnen opnemen voor internationale misdaad tegen mensheid, Zuid-Afrika heeft hem om duidelijke redenen niet opgepakt. Maar zelfs als zij geen lid zijn, en Amerika is ook geen lid, en zo is het wel eigenlijk Bush wist wel heel goed waarom hij geen lid was, zelfs dan kan je die ervoor brengen. Maar threshold maar niet te laag liggen, want anders ga je nooit, ja, anders ga je dit er nooit doorkrijgen. Ik mag niet te hoog en niet te laag. Ik wil even heel even kijken wat jij zei om het te verduidelijken. Maar dus, er zijn drie gronden op basis van welke dat je ecocide zou kunnen strafbaar stellen binnen bij het internationaal strafhof. En dat maakt het interessant inderdaad ten opzichte van het feit dat bijvoorbeeld Rusland, Amerika, dus Noord-Amerika, maar de Verenigde Staten bedoel ik, India, allemaal geen lid zijn van het internationaal strafhof, dan zou je kunnen zeggen, maar als die wereldmachten dat nu zijn, wat heeft dat dan eigenlijk voor zin überhaupt om te gaan werken met het internationaal strafhof? Dat heeft ook eigenlijk vrijwel zin, omdat er drie gronden zijn op basis van welke dat je een rechtszaak kan inleiden. En dat is ten eerste wanneer de grootschalige milieuschade, de ecocide heeft plaatsgevonden op het territorium van een lidstaat. Oekraïne bijvoorbeeld is een lidstaat sinds 2014. Ten tweede, wanneer dat de beslissingnemer, de persoon die vervolgd wordt, een staatsburger is van een van de lidstaten, dus dat maakt het al super interessant ook. En ten derde, wanneer dat de VN, de Verenigde Naties Veiligheidsraad, de ecocide aanklaagt voor het strafhof. Dus dat is echt zelfs los van wie was er lid dan wel of niet. Dus dat is echt heel interessant dat in de supergrens waarschijnlijk kunt gaan werken en je vaak een manier gaat vinden om iets aan te klagen van het internationaal strafhof, daar waar not necessarily een bepaald land lid was of heeft tegengesteld. Nee, die kan ook, ja. Zijn er nog vragen te doen? Ja? Ik heb eigenlijk nog vragen, dus wat zeg ik nu? Maar mensen die aan het kijken zijn daar, dan denk ik, de wetenschap, dat er een aanzienlijke kans, dat is toch ook iets, een zwak punt erin, zo van, hij moet weten dat het is, en wat is een aanzienlijke kans? Dan moet daar eigenlijk al een wetgeving of een beschrijving rond zijn van, wat is dat nu eigenlijk aanzienlijk, en welke effecten kunnen er zijn? Ik wil er wel iets over zeggen, maar ik ga het dan doorgeven naar Hendrik. Want daar net ook even zo over gehad. Ik denk sowieso, kunnen we nu al zien dat dat super complexe rechtszaken gaan worden.
En dat ik weet niet hoeveel over gedebatteerd gaat worden, wat wil dat precies zeggen? Het zijn inderdaad vage begrippen, dus daar kan eigenlijk onnoemelijk over geprocedeerd worden. Dat denk ik ook, gezien dat daar misschien wel een zwakke schakel zit van de beweging ook of zo, van het inclusieve begrip. Maar ik denk wel, wij geloven gewoon, alleen om het maar nog echt doorgeven, maar wij inclusieve België geloven gewoon heel erg in de afschrikwerking, in de preventieve werking, dat het zal best zijn dat inclusieve zal hebben. Omdat bedrijfsleiders, als zij aan de beslissingstafel zitten en beslissen waar gaan we exploiteren, waar beslissingen maken, weten dat zij effectief als individu vervolgd gaan kunnen worden en niet eens als bedrijf. Want als een bedrijf, je kan een bedrijf perfect voor de rechter slepen en dan moet je het bedrijf gewoon zijn geld moeten betalen. We weten vandaag de dag dat transnationale bedrijven, dat kan alleen dat ze pas zoals ze zijn in documentaire. Ze hebben daar letterlijk een budgetje voor opzij gezet. Dus heeft geen enkel effect. Het interessante is nu dat het gaat over individuen die weten: ik kan als een internationale crimineel, dus ik kan echt persoonlijk worden vervolgd. Dat maakt het zo krachtig. We hopen dat dat op die manier preventief gaat kunnen werken en dat mensen op andere manieren beslissingen beginnen te nemen voor hun bedrijf en hun manier van exploiteren en van ontginnen en wat dan ook. Ja, alleen ik denk, die is natuurlijk, er bestaan geen magische oplossingen voor het milieuprobleem, dus het zal een veelheid aan oplossingen zijn die een shift zal teweeg brengen. Dus in die zin is dat met alles zo, dat is met van natuurlijk met ecocide, dat is met nieuwe Europese milieurichtlijnen, klimaatzaken, dat zijn allemaal stapsteentjes, maar geen enkele van die stapstenen op zich bekeken zal op een magische manier het probleem oplossen. Dat is duidelijk. De optelsom van de zaken maakt het wel minder evident om buiten de lijntjes te kleuren, maar de lijntjes zelf zijn misschien soms ook nog problematisch. Want wat wij op vandaag als aanvaardbaar beschouwen, zullen we misschien binnen 20 jaar meer. Kijk naar het debat nu in Gent over het bosje op de UGent zitten. 20 jaar geleden zou daar geen haan naar gekraaid hebben, nu is dat anders. Misschien binnen 20 jaar zullen we zelf over onze eigen gazonnen en graslandjes anders denken, wie weet. Het punt met ecocide is natuurlijk, kijk ook nu naar Oekraïne, wat het daar gebeurt. Je ziet ook, hoewel er oorlogsrecht is, dat is wel established, het oorlogsrecht. Dat bestaat al eeuwen. En ook de criminal responsibility die daaraan gekoppeld is. Na de Tweede Wereldoorlog, de Rwanda, de Joegoslavië-tribunalen, er zijn duidelijk honderden zaken over. Hè. En toch merk je dat, ja, en dat gaat de uitdaging zijn in een multipolaire wereld. Hè. Als we natuurlijk leven binnen een wereld waar we het systeem van een soort globaal wereldorde aanvaarden, waar de VN heel wat gezag heeft, dan heeft een VN-strafhof natuurlijk ook wel heel wat gezag. Als we langzaamaan gaan naar een wereld waar je verschillende staten hebt die zich daaraan onttrekken, gaat dat een ander verhaal worden. Dan neemt die weg dat ik ook sterk geloof dat, om nu de parallel met Oekraïne te trekken, het kan ook perfect zijn dat binnen 10 jaar er in Rusland Putin vervolgd wordt. Hè. Zoals al heeft Rusland het internationaal strafhof niet ondertekend, op basis van feitelijk wel dezelfde misdrijven. Hè. Dus in die zin moeten we ons daar ook niet op blind staren. Ik geloof niet dat ecocide de magische oplossing is, net zoals alle andere oplossingen de magische oplossing zijn. Maar ik geloof wel dat het zeker naar westerse bedrijven dan, een afschrikkend effect kan hebben. Het zal gewoon een hele uitdaging zijn om, ik weet niet welke meerderheid nodig is om het in het statuut te krijgen. 2/3. Dus dat gaat een uitdaging zijn. Maar als het erin is, zal het zeker een afschrikkende werking hebben. Al zullen de eerste rechtszaken wel goed gekozen moeten worden. Niet te complex, waar het weinig twijfel over bestaat. En zo'n zaken vinden gaat in een geglobaliseerd economisch model niet zo eenvoudig zijn, vrees ik. Maar goed, rechtszaken zijn ook uiteindelijk een reductie. Als je een moordzaak hebt, willen wij ook uiteindelijk dat iemand al dan niet wordt veroordeeld.
hoewel de motieven heel complex en samen kunnen hangen met opvoeding en weet ik veel wat allemaal, dus recht reduceert, hoe dan ook. Het gaat misschien niet daarover, maar wij, het maakt mij een beetje bang dat wij als consument, als koper van die industriële landbouwbedrijven, dat ik dan laten blijven zijn. En ik maak mij bang dat wij zelf bewuster kunnen omgaan met het kopen van dingen. Moeten we niet allemaal meer bio gaan kopen en hoe maken we onze medemens bewust van wat er aan de gang is? Want ik studeer sociaal werk, dus daarom zit ik hier. Maar ik denk dat heel veel van mijn medemensen niet beseffen dat dat hier allemaal speelt ofzo. Dus het ligt ook heel verantwoordelijkheid bij onze burger en hoe wat kunnen we die, dat bewustzijn aan. Dat is misschien buiten de context over het recht en zo, maar ik denk dat dat ook belangrijk is. Ja, ik vind dat ook een super interessante discussie eigenlijk. Maar misschien, ik moest denken aan wat er iets wat in de documentaire werd gezegd was van het is ook aan overheden om het handelen van mensen te kaderen, dus aan overheden en aan het recht. En ja, dat volg ik wel heel hard. Dus ja, natuurlijk is er ook een individueel bewustzijn wat heel positief kan zijn en wat ook noodzakelijk is om klimaatverandering tegen te gaan, maar ik denk dat het problematisch is om veel te schuiven naar individuele verantwoordelijkheid en veel meer te kijken naar de kaders waarbinnen grote bedrijven werken, waarvan ecocide en het feit dat er heel veel handelingen legaal zijn en de straffeloosheid hierin echt het perfecte voorbeeld is. Dus ik denk dat het een combinatie is van de twee. Maar persoonlijk ben ik wel meer voorstander van inderdaad echt het wetgevend kader ook hierin aan te pakken. Omdat dat ook een bewustzijn weer creëert, ook onder de bevolking. En ik denk dat die twee zaken parallel kunnen lopen, maar dat de verantwoordelijkheid wel ligt bij de grote bedrijven en bij de overheden. Ja, daar ben ik het wel mee eens, maar dat duurt zo lang of zo. Mm-hmm. Ik denk dat dan effectief iets gebeurt en dan maak je ze bang of zo. We moeten ook zelf al iets. We moeten niet wachten op handelingen van boven, want ja, dan kunnen we lang wachten. Of niet? Oké. Maar beide zijn naamwoord. Ja, ik moet. Om het nu te linken naar waarom we in Zekerstein Belgium hebben, naar de Zurich Prijsvandijk. Uiteindelijk zijn wij ook een stukje dat aan het doen. We zijn ook allemaal losse vrijwilligers en burgers die van onderuit, echt bottom-up, een wetgevingswijziging willen teweegbrengen. Ik vind dat ergens, dat samenloopt en dat jij zegt, dat is ook ergens een bepaalde verantwoordelijkheid nemen en iets zeggen van oké, ik wil politiek wel een seintje geven van dit moet anders. Het is uiteindelijk ook, ik vind dat ook een deeltje is wat jij zei, een deeltje een steentje bijdragen persoonlijk. Ja, ik wil daar nog aan toevoegen dat het recht dat niet volledig onbehandeld laat. Want wat je eigenlijk zegt is, als je bepaalde, ja oké, we eten bepaalde dingen en daar is een prijskaart aan gekoppeld dat we vaak niet weten. Maar bijvoorbeeld, als we, ik gebruik nu een aantal voorbeelden uit de landbouwsector omdat ik niet meer ken, maar als je een megastal vergunt je niet enkel de lokale stikstofdepositie uiteindelijk. Je vergunt ook de CO2-afdruk finaal van zo'n bedrijf. En wat is dat dan? Het veevoeder dat komt uit het regenwoud, dat die ja, Bolsonaro daar allemaal kapt, maar dat eigenlijk ook deels is voor een model waar ons landbouwsysteem ook op aangekoppeld is. En hoe kunnen we dat juridisch nu hard maken? Dat is met name door bij een vergunning voor zo'n dingen ook te kijken naar de totale CO2-impact. Eigenlijk van het begin tot het einde. En daar heb je nu ook meer rechtspraak over. In Vlaanderen weliswaar beperkt, maar we hebben onze grote klimaatzaak. We hebben ook een heel kleine klimaatzaak in Boekhout, waar het ging over een vergunning voor een tankstation. De gemeente had dat geweigerd. De provincie had dat toch verleend.
En die gemeente had dat geweigerd met als argument van, ja, maar we hebben toch een burgemeesterconvenant ondertekend in zaken klimaat. We moeten toch een beetje kijken dat er de shift naar de toekomst wordt gezet. En de gemeente was dan, de provincie had dat vergund en de gemeente was tegen die vergunning in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. En die had dan gezegd uiteindelijk, ja, als gemeente heb je wel degelijk de mogelijkheid, niet de verplichting, maar toch al de mogelijkheid om eigenlijk om te zeggen van, kijk, dit past niet binnen mijn duurzaamheidsmodel. Dat is nu een onnozel voorbeeld, maar je hebt ook andere zaken in andere landen, bijvoorbeeld in Frankrijk rond een palmoliefabriek, waar men zei, je moet eigenlijk het totale CO2-prijskaartje in een milieueffectenrapport bekijken. En dan kom je eigenlijk via het systeem van vergunningverlening ook wel uit bij uiteindelijk systemen, of dan moet je op... En dat gaat een moeilijke oefening zijn, hè, want wij zijn gewoon... Kijk naar ons omgevingsvergunningdecreet, daar staat letterlijk in de eerste zin, dit decreet komt er om rechtszekerheid te geven aan bedrijven. We hebben een systeem van eeuwigdurende vergunningen, heet dat ook vandaag. 3M heeft in 2019 een eeuwigdurende vergunning gekregen. Je kunt daar ook over filosoferen, of dat recht voor vervuilen een eeuwigdurend recht moet zijn ofzo. Allee, bedoel, dat is de... En nu komen we en zetten we de eerste stappen in een ander systeem waar je merkt, en dat gaat heel traag, maar dat die globale impact meer aan bod moet komen. En pas op, dat is geen evident juridisch verhaal, maar evenzeer ook waardevol om eigenlijk dat in kaart te brengen. Want zo wordt pas zichtbaar welke systemen je vergunt. En dat vind ik toch een eerste stap. Het is verkeerd om enkel maar te focussen op ja, het lokale, maar het globale in een geglobaliseerde economie. Moet dat eigenlijk ook, want als je nergens een rol aanspelen, ja, dan schuift iedereen het naar zich door. Hè. Ja, dan zegt iedereen altijd, ja, maar ja, het is toch voor ergens anders in de wereld. En zo wordt eigenlijk CO2 en klimaat nooit echt de focus. En dan klagen we dan van, ja, dat we onze doelen niet halen. Maar ja, maar je haalt de doelen niet, omdat je ze onvoldoende meeneemt in je besluitvorming. Maar ik zeg niet dat het eenvoudig is, ik zeg gewoon... Het kan, alleen moet je Ik heb niet beweerd dat niet belangrijk is. Nee, maar ik bedoel, het is samen allemaal. Ik zou er misschien één ding aan toe willen voegen. Het boek van Roger Cox, dus die rechtszaak in Nederland heeft gedaan, die maakt een ongelooflijk overtuigend pleidooi waarom dat de burger niet alleen... De burger kan dit niet. Het is een illusie om te denken dat de burger in het huidige systeem en binnen de huidige regels voor de transitie gaan zorgen. Dat kan niet. Want ik bedoel, die macht hebben. En hij, want dat is ook in die rechtszaak in Nederland. Dus hij heeft eerst de overheid aangeklaagd en dan Shell. Als twee belangrijke actoren in Nederland. Kwam ook het argument naar boven. Ja, maar de burgers hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. En ik hoop nooit in China. Ja, maar ik bedoel, zelf als je dat wegneemt. Ik bedoel, allee. Binnen het huidige systeem, we mogen nog zozeer ons best doen, dan nog, de shift en het systeem moet veel meer veranderen dan enkel het feit dat wij van naar een andere winkel gaan. Maar het zijn toch de burgers die in die zaak ook burgerlijke partij gesteld hebben. Ja, ja. Dus de burger moet toch mee dingen doen. Als de burger niks doet, verandert of niks. Ja, absoluut. Maar ik zeg niet dat de burger dat niet moet doen, maar... De burger moet ook de overheid en bedrijven, maar ook de overheid ter orde roepen. En daar ging het net over, dat de overheid heeft een zorgvuldigheidsplicht, moet de burger, moet de wereld beschermen en doet dat niet. Eigenlijk, in veel van die rechtszaken kom je tot een systeem waar je eigenlijk jezelf ook deels aanklaagt. Wij zien dat als iets fout, hè, want ja, wij moeten in rechtszaken zegt men soms, je moet clean hands hebben om een rechtszaak te beginnen. Je mag zelf niet deel zijn van het probleem, misschien moeten we daar meer vanaf. Dat is heel zwart-wit, hè. Ik kan ook zelf een deel zijn van het probleem en nog altijd een valabel punt maken. Want in die Shell-zaak inderdaad ging het over wat het revolutionaire daar was, dat Shell ook moest kijken naar de scope 3-emissies, zijnde als wij gaan tanken, en we beginnen elektrische wagen, hè, dat dan ook deel is van de emissiereductie die Shell moet bereiken, die end-of-pipe verhalen. En dat was het revolutionaire, dat in die zaak was meegenomen.
terwijl je zou kunnen zeggen, een aantal van die eisers zullen misschien zelf ook wel producten van... Maar eigenlijk vind ik dat minder, minder aan de orde als je een valabel punt hebt, een valabel punt. Ja, en ik denk dat daarom ook belangrijk is dat die threshold van inclusie niet te laag ligt. Zodat op een bepaald moment niet doen. Het zijn enkel de baas van Shell of Bolsonaro. Ik denk dat die zich op een bepaald moment moeten bezorgen maken, maar niet een individueel tankstation. Of misschien de aandeelhouders eerder. Ja, ook. Okay. Maar de baas van Shell ook. Er is daar nog een vraag. Ja. Dus zo die sprekende voorbeelden van het Amazone ook dat getrapt wordt, of de palmplantage die daar is afgekomen in Amazone bijvoorbeeld en Indonesië, zijn natuurlijk volgens mij ideale voorbeelden, hè, om te communiceren in de media. Dan zie je duidelijk de schade aan het milieu. Akkoord? Ik weet wel het al van voorbeelden, maar als je dan dichter bij hier kijkt, er is hier zo gezegd. Natura 2000 netwerk, hè, die natuurgebieden beschermt. Maar daar zie je niet zo direct die schade aan het milieu, maar je ziet wel doorheen de tientallen jaren het aantal weidevogels dalen. Geldt dat dan ook in dat principe? Dat is de kleine schade hier in het natuurgebied? Nee, maar het zal moeilijker te verdedigen zijn, maar het is niet onmogelijk. Ja. Op zich, er bestaat in Europa al een eco-crime-richtlijn die het vernietigen van Natura 2000-gebieden strafbaar stelt, hè, voor alle duidelijkheid. Dus je kunt dat niet strafloos doen als er natuurlijk genoeg natuurinspecteurs zijn om die vaststelling te doen. Ik ben een keer op stap geweest met de natuurinspectie in mijn gemeente en die zei mij toen van, ah ja, wij moeten zowel de provincie Vlaams-Brabant als een deel van Antwerpen bemannen. Dus daar zit al een deel van het probleem. Hè. 3M, alleen nu is er recent iemand in vervolgverdenking gesteld of men gaat iemand aanklagen die bij de milieuinspectie werkt en die te veel onder druk op politiek en weet veel allemaal dingen afketste. Je toont gewoon aan, de wetten mogen nog zo goed zijn. We hebben op een bepaalde manier wel al redelijk goede wetten om ook die Natura 2000 gebieden te beschermen. Het punt is, we moesten natuurlijk wel durven afdwingen. Nu heeft men dat een beetje gedaan met die stikstof. En heeft men eens gezegd van ja, oké, het troo is te veel. En men heeft daar nu een grens getrokken die heel moeilijk ligt. Waarom ligt die moeilijk? Omdat die landbouwers de voorbije 10 jaar allemaal vergunningen hebben gekregen voor die dingen. Dat is het moeilijke daaraan. En een vergunning, ook juridisch, wordt in de rechtspraak soms aanzien als een eigendomsrecht. Dus allee, dat zijn geen evidente verhalen. Hè. Waarom is dat niet evident? Omdat het vroeger wel kon en nu trekt geen lijn. En dat wordt dan heel moeilijk maatschappelijk, maar dat niet meer. Dus allee, ik wil gewoon zeggen, het bestaat ook, hè, ecocide is in Europa al strafbaar gesteld, in de zin dat je een richtlijn hebt die het doden van wolven, het beschadigen van Natura 2000 gebieden, vergt dat de lidstaten dat strafbaar stellen. Maar je moet het natuurlijk allemaal wel opvolgen, je moet er voldoende inspecteurs voor hebben, je moet dan die rechtszaken opstarten en je moet dan nog een systeem hebben dat snel tot uitspraken komt en je moet die uitspraken dan uiteindelijk ook nog uitvoeren allemaal. Budget, ja, als je naar de panoreportage over 3M kijkt, je moet er misschien nog eens naar kijken, dan zie je waar het probleem voor een deel geactueerd is. Er is gewoon te weinig volk op de milieuinspecties en de natuurinspecties. Is dat iets doorgedreven van bankpatroon? Ja, omdat de overheid alsmaar kleiner moet worden. En met minder volk kun je niet meer doen. Hè. Ja, maar het is niet om dat gevoel of zo op te werpen, maar ja, daar gaat het ook gedeeltelijk psychologisch over, van de maatschappij op zich moet een soort mindset change doormaken. Hè? Nee. Dus ik kan bijvoorbeeld meer investeren in een milieuadministratie. En ga ik meer naleving hebben van de milieuwet. Dat lijkt mij een logisch gevolg als je daar meer aan investeert. Men doet het nu een klein beetje onder druk van die reportages ook. Hè. Heeft meer milieuinspecteurs terug
kan niet nog, maar hij heeft al 10 jaar bespaard. Hè? Het agentschap Natuur en Bos, ik weet niet dat er iemand bij werkt, maar dat is denk ik met 30% of meer mensen die daar weggegaan zijn. Hè? Ja, hoe kun je dan verwachten dat je meer inbreuken gaat vervolgen bij de strafrechtmaker als je 30-40% in de volkert om erop te zien? Ja, ik vroeg mij wel af voor de definitie. Allee, dat ik daar niet aan het recht aan doe, maar van tot welk niveau of waar ligt je verantwoordelijkheid bij wie? Want het gaat, dat je ook dat over individuenrechtsstaat in, kunt vervolgen, wat mij heel interessant lijkt, want als je bijvoorbeeld een Belgische bedrijf in India of zo, en ja, dat dan niet op Indische grond valt. Maar als jij dan bijvoorbeeld als België, als land zegt van oké, wij gaan import, we leveren heel veel van import, en daarvoor moet een Chinese bedrijf, ik zeg maar iets, zoveel hossenkappen of zo, bij wie valt dan de verantwoordelijkheid volgens ja, in het juridisch kader? Of hoe ver kun je gaan om dat door te trekken? Ik heb daar totaal geen antwoord op. Ik ga daar ook niet over liegen of zo. Het is wat ik net al zei, dat gaat echt heel complexe rechtszaken zijn en dat gaat altijd een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. Dus waarschijnlijk gaat het, ik ben het erin dat het altijd, dat een individu ook maar zal wel verantwoordelijk moeten afleggen voor zijn schakel of haar schakel in het verhaal. Dat gaat altijd, een verhaal zijn van meerdere personen die individueel vervolgd willen worden. En dat gaat super complex zijn, want er is nooit één iemand die beslist heeft om het Amazonewoud te gaan. Ja, dat is zoveel complexer en het is ook altijd, en dat vind ik ook een punt dat ik tijdens het gesprek al had gemaakt. Het is inderdaad, die veel van die milieu. Criminaliteit gebeurt ook voor een reden, gebeurt omdat er vraag naar is, hè, vaak. Alleen niet voor alles natuurlijk, maar als het deels vraagbaar is, omdat we deels in een economisch systeem zitten, dat vereist. Alleen, en dat maakt het zo moeilijk, inderdaad. Het is zo complex. Dus, het zijn echt zo vragen dat de rechter zal moeten beantwoorden en waar ik ook absoluut niet kan zeggen welke keuzes er gaan gemaakt worden. Ja. Maar ik denk, ik heb 6 jaar als advocaat gewerkt, moet strategische keuzes, maar bij 3M gaan ze nooit Amerika, die Amerikaanse bedrijfsleider, maar als je daar de Belgische bedrijfsleider, denk dat die persoon wordt al heel zenuwachtig. Dus je moet heel strategisch bepaalde mensen aanpakken. En gewoon, een hiërarchie is duidelijk, sommigen hebben een grote verantwoordelijkheid, anderen hebben een kleine. Shell heeft heel erg geprobeerd om te zeggen, dat deeltje is ons deeltje en al de rest hebben we niets mee te maken, dat is mislukt. Dus ja, maar het recht, zeker in zo'n procedures, is geen zwart-wit. Gebouwd het verhaal zo sterk mogelijk op, ook tegenover 3M. Dit zijn dan middelen die je zou kunnen gebruiken. Maar dat is het kader waarbij dan elk van die elementen zoveel mogelijk probeert uit. Als ik vroeger conclusies schreef, voor elk van die elementen schrijf je dat stukje daarom geweest, dat stukje daarom geweest, en zoek naar de mensen waarbij dat overtuigend. Zo fijn genoeg al die elementen aan te doen. Mm-hmm. We gaan niet. En zeker omdat de eerste rechtszaak gaan in zekere zin, dat ze daar maar even zijn. En in Nederland hebben ze dat ook gedaan, showcases zijn. Eigenlijk is dat gewoon om te tonen van kijk, we durven mensen te komen. Dus dan moeten ze. Dan gaan ze niet voor het gaan ze niet die milieuinspecteur aanpakken, maar dan gaan ze voor 3M. Dan gaan ze bij 3M zo hoog mogelijk. Maar niet naar Amerika, want dat kost je fortuin. Maar dat gaat gewoon zo hoog mogelijk om daar te zorgen. En dan als je 3M aanpakt, gaan er een aantal andere bedrijven in Antwerpen of Ali. Dat besef je van. Ik zou denken dat dan dat er op een dure strategie wordt. Als ik denk, ze hebben ingaat een keer kasseitjes gelegd met kinderarbeid. Dan hebben ze ook in de wetgeving en de dingen gezet dat ze in het vervolg, als ze een contract sluiten, dat ze moeten kijken dat er niks mis is. Dus op plaatselijk niveau kun je eigenlijk zeggen, het mag niet en het moet in uw dingen staan. En als dat bedrijf in China iets koopt en hij heeft de wetenschap dat er aanzienlijke kans is dat er schade gaat aangericht worden, kunnen wij als Belgen die wel aanklagen. Ja, maar gaan we dan de wereld veranderen?
Waarschijnlijk niet, want dan moeten ze naar klanten het gaan doen. Het heeft weinig zin om het Chinees bedrijf aan te klagen dat niemand kent. Dus je klaagt veel beter. Ja, ik denk dat we hier ook heel erg bezig zijn met het debat over zorgplichtwetgeving. Dus dat gaat over bedrijven die eigenlijk hun keten moeten nagaan. En moeten verzekeren dat de sociale en milieunormen gegarandeerd zijn. En dat is ook een wetgeving waarin momenteel heel erg tekort wordt geschoten. En op Europees niveau wordt er nu gewerkt aan de eerste due diligence wetgeving. Die hier meer alomvattend in moet zijn. Dus ik denk wel dat het belangrijk is om ook dat onderscheid te behouden. Hè? De ecocide als grootschalige, toch ergens doelbewuste schade aan het milieu. Met lange termijn of effecten. Of als bedrijf aankoop in bepaalde landen. Waarvan er ook bewust weet is dat daar met de sociale, of het nu arbeidsrechten zijn of milieurechten, dat daar geen rekening mee wordt gehouden. En daar is de zorgplichtwetgeving heel belangrijk, wat nu ook op Europees niveau wordt uitgewerkt en waar wij in ieder geval het parlement met een resolutie sterk voor proberen te maken. Maar ik denk wel dat dat twee verschillende discussies zijn, die ook wel gelinkt zijn natuurlijk. Maar ik zou daar niet spreken zozeer over ecocide dan. Best afronden tot tegen 10:30, dat is toch al een mooi uur op een vrijdagavond. Dus ik weet niet of er nog een of twee tal laatste vragen zijn. Ik heb misschien nog een korte praktische, omdat er is daarnet gezegd 2/3 om het erdoor te krijgen. Gaat het dan over 2/3 van de leden van het hof in kwestie? En is dat dan 1 stem per lidstaat of is dat verboden? 1 stem per lidstaat. Ja, dat maakt het super interessant. Ook sociaal, klimaatrechtvaardig, op vlak van klimaatrechtvaardigheid, kleine eilandstaten zullen in dezelfde zorg die alleen stem zal heel veel waard zijn als grotere sociale landen. En ik denk ook, ik wou daar eigenlijk nog iets over zeggen, dat ook belangrijk is om dat mee te nemen in het verhaal. Het is echt wel, ecocide-recht heeft wel potentieel om heel sociaal rechtvaardig te zijn, want het zal voornamelijk gaan om beslissingen die zijn genomen in het globale noorden, die desastreuze gevolgen hebben gehad in het globale zuiden. Dus op dat vlak denk ik ook dat ecocide-recht in staat is om bepaalde zaken recht te trekken, bepaalde ongelijkheden tegen te gaan die er toch wel heel hard zijn nodig. Ik heb nog een allerlaatste vraag, zodat we dit niet vonden, ja? Ja, de stemming gebeuren in Den Haag. Van de 128 lidstaten, 123 moeten er eigenlijk 82 landen ja stemmen. Hé. Maar ik vraag mij af, en er is één land die moet de aanzet geven. Hé. Die moet, gaat België dat doen? Of is dat al, en wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer gaat die stemming gebeuren? Ja, dus om de stemming te agenderen moet er een amendement worden ingediend door een staat. Dat is op dit moment niet gebeurd. Wat er wel, dus inderdaad wat ik ook zeg, er is een 2/3 meerderheid nodig. Dus dat is best veel. Dus dat is niet iets, denk ik, wat op zeer korte termijn behaald kan worden. Een van de dingen die in onze resolutie is goedgekeurd, wat zeer interessant is, denk ik, is dat België ook het initiatief moet nemen om met een coalition of the willing, dus een aantal staten, zelf tot een nieuw ontwerpverdrag te komen. Dat kan op internationaal niveau. Een nieuw ontwerpverdrag bespreken en ontwerpen. En dat is eigenlijk een van de zaken die wij naar voren hebben geschoven voor België, om toch die voortrekkersrol te nemen. Want vanuit België ervoor zorgen dat je die 2/3 meerderheid op korte termijn haalt, is natuurlijk een heel moeilijke zaak. Maar om wel al een eerste ontwerpverdrag te kaderen, dan maak je eigenlijk voor het eerst ecocide wel strafbaar op internationaal niveau. Dan is het nog niet zo sterk als we zouden willen. Maar dat is wel een heel interessant initiatief, wat mee die beweging kan maken om uiteindelijk tot die 2/3 te komen, die er effectief pas zou komen als er een amendement wordt ingediend en als die stemming dan ook tot dat punt kan komen. Zeg maar.
En wanneer gaan ze dat amendement indienen? Of ja, is er daar al een datum voor? Want ik heb bijvoorbeeld gehoord van Sand, die ook meegeschreven heeft aan de definitie. In een artikel heeft hij gezegd dat hij denkt dat dat binnen de 3-4 jaar al zou kunnen mogelijk zijn. Dat dat gestemd wordt. Dat hoop ik. Ja? Ik denk dat we dat allemaal hopen. Ja. Ik denk dat dat parallel... Ik weet zeker de datum niet van, van een mogelijke stemming, want die stemming ja, die kan pas gebeuren als het amendement daadwerkelijk wordt ingediend. Ja. En het amendement indienen ja, gebeurt uiteraard ook pas op een level waarin er al een aantal staten zijn die daarvoor mee gaan stemmen. Je kan een amendement indienen, een van de small island states kan dat doen. Mm-hmm. Maar met de wetenschap dat er daar geen meerderheid voor is, is dat natuurlijk lastig. Ja. Dus vandaar toch pleiten voor een nieuw internationaal verdrag met een aantal coalition of the willing. Dan ben je niet gebonden aan die 2/3 meerderheid. Dan kun je denk ik al een nieuwe impuls geven om toch zo snel mogelijk tot die 2/3 meerderheid te komen. Dus je bedoelt een coalitie of the willing, dat je dan met een aantal landen dat al in je eigen landen doet. Mm-hmm. Ja. Want ik heb gelezen dat er al iets van 16 staten zouden zijn die het al willen doen of zo. Ik denk dat dat... Ja. Ja, dat is een beetje voor interpretatie vatbaar. Welke staten, bijvoorbeeld Finland, Oostenrijk, Frankrijk. Er zijn een aantal staten ja. die hier zich al indirect of direct voor hebben uitgesproken. Ja. Dus dat is echt voor interpretatie van paard, denk ik. Mm. België is wel het eerste Europese lidstaat dat officieel dit heeft aangekondigd. Dus minister Wilmes heeft in 2020 en in 2021 bij de Assembly of State Parties van het Strafhof gezegd, aangekondigd publiek, dat ecocide moet opgenomen worden als misdaad. En het zijn wel dat soort daden, alleen die er dan uiteindelijk toe gaan leiden dat hopelijk die 2/3 meerderheid wordt gehaald. Ik denk dat het een combinatie is van een aantal verschillende processen. Ja. Dan denk ik dat we op deze hoop van de mond kunnen eindigen en hopen dat in de komende jaren dan weer zo'n amendement eraan komt. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ik wil eindigen met een bedanking aan de drie sprekers, Hendrik, Michel en Noor. Dank u wel om af te komen om jullie vrijdagavond hier aan te besteden en die met ons naar de documentaire te kijken. Ik denk dat ze ook heel nuttige dingen en heel interessante perspectieven hebben kunnen toevoegen. Ook aan jullie bedankt om hier allemaal te zijn vanavond. En ja, nog een fijne weekend iedereen.